Nederlander de Ronde van Italië. And Democrats are going to be saying what went wrong. De vakbonden vieren het als een grote overwinning. This is an historic moment. The United States of America has elected its first black president. De Soul Soundtrack van de week. Martin Koolhoven die weet veel van films. Hij maakte er een paar. Het Schnitzelparadijs bijvoorbeeld, Brimstone en Oorlogswinter. En hij weet ook heel veel van oude soulmuziek. Dus daarom vraag ik hem elke week om een nummer te kiezen dat past bij het nieuws van de afgelopen week. Martin, goedenavond. Goedenavond, Twisty. Of moet ik zeggen, hoe heet het? Bongia? Bongia, is dat die, wat is dat? Dat is toch hallo in het Portugees? Of zoiets? Oh. Nee? Ja, nee, ik ben echt, ik ben hard aan het werk hier. Je denkt toch niet dat ik zomaar hallo ga zeggen tegen allerlei mensen? Nee. Je gaat even lekker solo aan het werk. Want je bent bezig met je nieuwe film. Ja, schrijven ben ik hard aan het werk. Wel mooi weer, maar ja, hard aan het werk ben ik. In Portugal dus, even voor de context. Maar in Amerika spelen andere zaken. Ik weet niet of je het net hoorde in het nieuws ook. Dat CNN heeft geweigerd om een filmpje van Trump te plaatsen. Een campagnefilmpje. Nee, dat heb ik niet meegekregen. Is dat nu net gebeurd? Ja. Ze weigeren een campagnefilmpje van president Trump uit te zenden. Omdat het spotje racistisch is volgens CNN. Als dat zo is, dan is dat niks meer dan terecht natuurlijk. Maar er zijn dus blijkbaar meerdere partijen die stelling aan het nemen zijn. Kijk, van een nieuws van CNN had ik het misschien nog wel verwacht. Maar IJsberg Ben & Jerry's, die heeft dus een nieuwe smaak gelanceerd. We Can Resist, en dat is een anti-Trump-ijs. Dat verzin ik niet. Dat hebben ze zelf van, ze winnen er gewoon ook geen doekjes op. Ja. Nou, dat is dus het nieuwsfeit van deze week. Maar ik heb een tweede nieuwsfeit gevonden. Die heb ik gecombineerd. Dus het andere nieuwsfeit is dat de Beastie Boys die hebben hun memoires uitgebracht. Ik heb een stukje gelezen en dat was hilarisch. Nou, en die twee nieuwsberichten, dus dat ijsje en die Beastie Boys, dat heb ik samen. Kan je dan raden wat het is dan of niet? Nee. Nee, nou, Cookie Puss. Weet jij wat Cookie Puss is of was? Nee, nog steeds niet. In de jaren 70 creëerde dus het Amerikaanse merk Carvel een opmerkelijke ijstaart en die heette de Cookie Puss. Dat is een hele lelijke taart in de vorm van een gezicht, echt afzichtelijk. En de backstory die verzonnen werd, dat was dus dat Cookie Puss een space alien was die zou zijn geboren op Planet Birthday. Echt allemaal heel stomzinnig. Nou, fast forward naar de jaren 80, New York. Er bestaat een hardcore punkband en die heet The Beastie Boys. Mm-hmm. 3 jochies en 1 meisje. En in die tijd begint hiphop steeds meer een ding te worden en de 4 die vinden het wel interessant. En op een gegeven moment nemen ze het in de studio voor de gein een nummer op dat een hip-hop beat heet. Dat is nog niet met rappen, maar we horen dus een soort prank call naar het bedrijf Carvel, de makers van die rare ijstaart. En dan vragen ze dus of ze een Cookie Puss aan de lijn kunnen krijgen. Dus dat is uiteindelijk de link. Verder staat er op het nummer staat een beetje ongein over dat ze jeuk krijgen van de taartkruimels, zodat ze, weet je wat, kunnen scratchen of fout. En het sample van een stukje stand-up van Steve Martin. Echt een novelty plaat. En het wordt in 1983 de eerste single van de Beastie Boys. Het nummer wordt opgepikt door College Radio. En daarna wordt er ook nog best wel een aantal singeltjes van verkocht. En het is eigenlijk het is niet echt een hit, maar wel een soort van hitje. Dus een eerste hitje. En de band bedenkt dan dat het dus wel leuk is om hun hardcore punkconcerten om dan wat tijd in te lassen voor een stukje hip-hop. En als je zoekt op YouTube, dan vind je beelden uit 1983. Hoe de 3 piepjonge heren en de drummer Kate Schellenberg, dat is die jonge vrouw dus, wat lacherig en stuntelig met papiertjes in hun hand staan te rappen. En ongeveer in deze tijd komen ze de levende legende Ricky Rubin. Die komt dan in het verhaal. Want hij was DJ en kon ze helpen met die stukken om de concert vorm te geven. Maar hij is ook degene die in 1984 Def Jam Records begint. Vanuit zijn studentenfletje op NYU met de bedoeling om de hiphop die je op feestjes hoorde nou ook eindelijk eens op plaat zo te laten klinken. Nou, de mannelijke leden van de Beastie Boys die besluiten dan onder invloed van Rubin om Kate Schellenberg te ditchen, zodat ze hun macho attitude en de vrouwonvriendelijke teksten die bij het genre horen beter te kunnen rocken. Iets waar ze vandaag de dag zich voor schamen, zo valt te lezen in hun in memoires. Nou, hoe dan ook. Die Beastie Boys krijgen een van de meest interessante muziekcarrières die je kent. Een soort van ironische rock slash hip-hop. Dan straightforward hip-hop met samples. Dan pakken ze in één keer weer hun instrumenten op, noem maar op. En tussen hun meesterwerken door doen ze ook nog eens een groove album met orgelmuziek. Maar het allerraarste was een country album dat ze maakten.
waar ze maar een paar honderd exemplaren van geperst hebben en die ze uitdeelden als kerstcadeautje aan vrienden en familie. Natuurlijk kwamen de bootlegs. En jaren later kwam er een Greatest Hits album uit. En toen moest er dus een van die nummers erop. En toen heeft Adam Jouts, een pijnlijk verhaal verteld. Bandlid Mike D zou een voorwerp tegen zijn hoofd hebben gekregen, waardoor hij zijn geheugen kwijt was geraakt. En toen hij wakker werd, was hij overtuigd dat hij countryzanger was, die Country Mike heette. En de psychiater die zei van, nou, je moet er allemaal meedoen. En zo is die countryplaat, de Greatest Hits van Country Mike, gemaakt. Nou, lang leven de Beastie Boys. Hier een eerste hip-hop-outing, Cookie Puss. Ja, sorry, ik zit er toch nog eventjes, voordat we naar dat liedje gaan, ik zit te kijken naar die Cookie Puss. Ja. Op Google. Het ziet er echt zo onsmakelijk uit. Ja, en weet je, het bestaat nog steeds. Hè? Ja. En het ziet er nog steeds zo uit. Het is echt verschrikkelijk. Hij heeft een soort neus, het lijkt op een soort cornetto. Ja. En een rare oog. Het is echt heel lelijk. Een soort, niemand eet het voor zijn lol, denk ik. Het moet wel heel lekker zijn. Ik sla over. Dankjewel, ja. Martin. En tot volgende week. Oké, volgende week. Dit is de Soul Soundtrack van deze week.